Goedendag allemaal. Het is vandaag vrijdag 17 november 2017. Het is vanochtend een heel mooie dag. Het is met zon begonnen. En dat is wel weer fijn, want we hebben een paar van die typische novemberdagen gehad. Weet je wel, met wat nevel, wat motregen. Toch ja, echt tijd. Zo, weer zoals je het zou verwachten. En nu een beetje zon. En ja, voor een heleboel mensen die zaten te knoeien met de mest, zal de zon echt niet zo vrolijk schijnen, ook al schijnt die, want er is nogal wat aan het licht gekomen. Er is geknoeid met mest. Dat kan je op twee manieren doen. Je kan natuurlijk knoeien met mest, dat je het zomaar overal op straat laat vallen. Of dat je het aan je schoenen laat zitten en zo binnenkomt en dan krijg je een hoop gesodemieter. Maar je kunt ook knoeien met mest door het niet allemaal op te schrijven waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat. Want ja, we weten allemaal in Nederland hoe dat zit. We zijn nogal gebrand op mest. Iedereen heeft het over mest. Mensen die er verstand van hebben en mensen die er geen verstand van hebben. Maar iedereen roept maar wat over mest. Maar wat is nu aan de orde gekomen? Dat er een hoop schimmige mest was die ergens tussen A en B plotseling naar C ging. En toen weer naar D en toen weer naar F en uiteindelijk toch in de grond kwam. En niet werd geregistreerd. Het is aan het licht gekomen. Maar ja, hoeveel van ons die in die sector begaan zijn, zouden niet ergens ooit het vermoeden hebben gehad? Hier klopt iets niet. En wat doen we dan? Pakken wij de telefoon? Gaan we klikken? Gaan we erover roddelen? Of laten we het maar en denken we, nou ja, allee, we gaan ons eigen nest toch niet bevuilen. We houden ons mond, maar we knijpen een oogje dicht. Ja, dat gaat natuurlijk niet tegenwoordig, want dat komt altijd ergens uit. Al moeten de kraaien het uitbrengen, zeggen ze wel eens. Nou ja, dat is dan misschien niet nou door de kraaien gebeurd, maar wel door een stelletje, ja, wat je noemt, van die vasthoudende journalisten. Weten jullie nog dat er toen een aantal jaren geleden is, dan denk ik, was er zo'n euforisch verhaal verschenen in Boerderij en Agrarisch Dagblad over een superjonge mesthandelaar. Een gastje van de jaren 16, 17 geloof ik. Die met zijn mobieltje links en rechts mest verkocht en aankocht. En daar eigenlijk, zo het leek, behoorlijk centen aan verdiende. Een knulletje van niks en toch al gelijk een mesthandelaar. Maar ja, als we het nieuws gevolgd hebben, dan weten we natuurlijk ook hoe dat afgelopen is voor dat gastje. Want niet goed, want hij was ook eigenlijk niet bezig, zo het hoorde. Zijn boekhouding was niet in orde. En ja, en dan begint er natuurlijk mee, want als je goede boekhouding hebt, dan valt er niks te verbergen. Maar als je natuurlijk ook eigen verschuilt achter de slechte boekhouding, dan ben je ook zo klaar. Nou, hij werd aan de schandpaal genageld en het heeft hem een hoop geld gekost. Daar zal hij nog steeds zijn wonden over likken, denken we. Weet je wat was? Het bleek ook dat zelfs die Rabobank, die beroemde Rabobank, die befaamde Rabobank van en voor de boeren, dat die er ook iedere dag van wist. Maar dat zijn natuurlijk die lokale kantoren geweest en zo. En die hebben natuurlijk ook op een zeker moment gedacht, ja, wat moeten we daar nou mee? Er zit een luchtje aan. Ja, aan mest, hè, sowieso. Zit een luchtje aan. Misschien is er poep aan de knikker. Maar wat doen we ermee? Maar uiteindelijk hebben ze natuurlijk ook met schaamrood op de bankkaken moeten bekennen. Ja, kijk eens, ja, hadden we beter opgelet, dan hadden we daar natuurlijk wel een streep onder kunnen zetten. Vele van de goedwillende mensen, die zwemmen automatisch in het net van de overheid. Maar er zijn er altijd bij, slimmeren, die juist door de mazen toch buiten het net komen. Ja, dat zijn de mensen, de mannen en vrouwen, ja, waarvan je natuurlijk op een zeker moment kunt zeggen, ja, daar nemen we toch een klein beetje ons petje voor af. Want ja, het zijn toch slimme gasten. Maar ja, dat wil niet zeggen dat ze dan natuurlijk altijd binnen de wet, maar juist buiten de wet, omdat ze de mazen wisten door te doorzwemmen. Goed, een ander nieuwtje wat ook weer met die mest te maken had, dat verbaasde ons ogen in ogenmaten. Henk Bleker en Laurens-Jan Brinkhorst. Twee tegenpolen zouden we bijna zeggen, hè? Want ja, we kennen ze nog wel. Die hebben de noodklok geluid in de NRC, in een uitgebreid artikel,
over de mestproblematiek en de hoge dichtheid van de varkenshouderij in Oost-Noord-Brabant en Noord-Limburg. En die twee mannen die waarschuwen ervoor, jongens, als dat niet beter gaat, dan zullen er harde, verplichte maatregelen komen waardoor jullie je behoorlijk zullen moeten gaan inkrimpen en zelfs verplichte inkrimping. Ja, en oké, we kunnen dat verhaal nog ergens volgen, maar wat we helemaal niet konden volgen, is dat die Laurens Jan Brinkhorst, een oud minister van Landbouw, samen met de nuchtere Bleker, ja, hoe kunnen die nou samen in één stoel zitten en één verhaal uitdragen? We hebben, als er ooit een man was die ons irriteerde, maar dat is misschien ons eigen persoonlijk gevoel natuurlijk, dat geven we graag toe, dan was het Laurens Jan Brinkhorst. Waar haalt die gast die uitgedroogde Haagse mummie? He? Waar haalt hij het lef vandaan om nu nog eens even op zijn roettoeter te roepen dat daar de mest minder moet worden, anders maatregelen. Man, blijf in je Haagse stulp en kom er nooit meer uit. Daar zit je beter, daar hoor je thuis. Maar ga toch niet nou nog eens een keer de boeren de weg wijzen wat ze moeten doen. Van Bleker kunnen we het nog enigszins begrijpen, want die heeft een functie nu die toch ook eigenlijk een klein beetje gerelateerd is aan die varkenshouderij. Maar nogmaals, hoe kan Bleker zich associëren met Brinkhorst? Daarmee haalt hij zichzelf helemaal onderuit. Want wie heeft er nou nog een mening? Wie heeft er nou nog een boodschap aan Brinkhorst? Niemand toch? Hè? Van de andere kant, tegenstrijdigheid. We willen natuurlijk die speciale bevoorrechte positie houden die we nu hebben in Brussel. De derogatie, zoals je dat noemt. En daar werden we nog weer eens een keer, dit keer ook weer eens een keer met onze neus opgedrukt. Want wij krijgen die derogatie omdat wij natuurlijk onze grond in Nederland zodanig benutten dat daar zoveel uitkomt aan gewassen en aan opbrengsten dat die best een klein beetje meer voeding in de vorm van dierlijke mest mag hebben. En als je dan weet dat er dit jaar op veel percelen suikerbieten meer dan 100 ton per hectare uit de grond is gekomen. Aardappelopbrengsten waarvan je steil achterover slaat. En dat is dan allemaal uit die bodem gekomen. Allemaal uit die bodem. Moet je nagaan wat die bodem dan weer nodig heeft om die nieuwe kracht te verzamelen. Ja, en daar mag dan best wat meer mest op natuurlijk. Hè. Daar zal iedereen het wel over eens zijn. En natuurlijk kunnen we heel Nederland niet over één kam scheren. Niet alle grond is even goed. Maar het is maar een feitje dat je het even beseft. Volle schuren. We waren er pas geleden nog getuige van. We komen ergens op een akkerbouwbedrijf en we kijken daar en we zien die prachtige bewaarplaatsen waar de koeling volop draait, hè, en de droging. Waar aardappelen liggen. Vrije aardappelen voor de markt. En wat horen we dan van de betreffende akkerbouwer? Waar die ligt, zegt hij, dan krijg ik, als ik geluk heb dat ze het komen kopen, 4 of 5 cent de kilo van. Ja, 4 of 5 cent de kilo, terwijl de kostprijs zeker 16, 17 cent is. Wil er nog een centje aan verdienen? Je kunt de malaise begrijpen en de frustratie als je als boer bezig bent en je hebt heel dat jaar gewerkt, gesjouwd en dit jaar soms ook nog heel moeilijk om die aardappelen uit de grond te krijgen. En dan liggen ze daar in de bewaarplaats. Oké, we weten het wel, het is nog maar half november, 17 november vandaag. Er kan nog veel gebeuren als er ergens, ik weet niet wat gebeurt, kan er misschien plotseling weer vraag ontstaan aan vrije aardappelen. Nou, prachtig. Maar ondertussen liggen het daar en het is eigenlijk, ja, spul wat ver beneden de kostprijs nu daar ligt, als er al iemand om wil komen. En dan tegelijkertijd vroeg ik ook die akkerbouwer nog. Ik zeg, joh, wat is nou de goede kleigrond op dit moment hier ongeveer waard? Weet je wat hij zei? Hij zegt 90.000 euro per hectare. Als ik dat zou vragen, dan denk ik dat ik het morgen kwijt ben. Ergens dat tegenstrijdig natuurlijk. Want hoe kun je nou aardappelen telen voor 4 cent de kilo op grond van 90.000 euro? En hoe kunnen er dan toch weer mensen zijn die bereid zijn om die 90.000 euro te betalen? Dat is toch iets om over na te denken, weet je niet? Een ander leuk punt, daar willen we toch nog even over terugkomen. Een paar weken geleden hebben we nog dat verhaal gehad over die Rabo PR-reclame waarin ze zeiden van, stel je toch eens voor hoe wij de honger uit de wereld zouden kunnen verjagen door ons werk.
Maar ze zeiden er wel bij, stel je toch eens voor, dus je moest je het je ook voorstellen. Maar wat gebeurt er nu? We hoorden gisteren op de radio dat de reclamecodecommissie, die heeft gezegd, jongens, dat is geen goede reclame. Jullie zijn misleidend en misleidende reclame. Je mag die reclame niet verder uitzenden. Ja, ze hebben met de broek op de hielen nu gezegd, ja, dat doen we. Dat doen we, we zullen het aanpassen. En dan kom ik plotseling op het woord nepnieuws. Dat is tegenwoordig natuurlijk constant in het nieuws. Nepnieuws, echt nieuws. Dus wat deed de Rabo in de ogen van de reclamecodecommissie, maar ook in onze ogen? Ze verspreiden nepnieuws. En ja, nu moeten ze daarop terugkomen. Dat is toch eigenlijk wel voor die reclameclub die dat heeft bedacht. Die zullen toch ook wel een keer achter hun oren krabben en denken, jongen, hadden we dat nou niet kunnen zien aankomen? Ja, nog iets anders. Boeren stellen zich ook nog voor. Ja, leuk hè. En ondanks al die stroomproblemen en die mest en zo, is er een mooie boerenkalender op komst. Waarbij jonge boeren zich voorstellen op een bedrijf hoe ze ook werkelijk zijn. Dat is naast dan die boerinnenkalender, weet je wel. Daar staan dan half voor elke maand een prachtige jonge boerenmeid op. Die ze ergens in het land hebben gestrikt om zich beschikbaar te stellen voor die kalender. Twee jonge mensen. En waar blijft dan die kalender waar we nou al lang op zitten te wachten? De kalender voor de oude verweerde boerenkoppen. Die door weer en wind en regen en hagel en zon en kou zijn verweerd in het werk. Wie pakt de draad op? Wie maakt een mooie boerenkalender van boeren-echtparen als het kan? Die door de jaren heen met werken en zweten de broekriem aanhalen. Van alles en nog wat, ups en downs, toch eigenlijk nog tevreden terugkijken. Maak er zo'n mooie kalender van. Ik denk dat je daar toch best mee zal scoren. Ja, en dan, ach ja, laten we nu maar afsluiten, want we praten weer veel te lang. Sinterklaas komt morgen binnen in Dokkum. En Zwarte Piet wordt geen stro in de weg gelegd, zoals het ook hoort. En eigenlijk, als je er goed over nadenkt, waar maken die tegenstanders zich druk over, hè? En dat is ooit een negerman, een zwarte man, gehoord die de voornaam Piet heeft. Wij hebben dat nog nooit gehoord. Dus dat kan ook nooit een echte zwarte man zijn geweest. Hè? Zwarte Piet. Ik ken geen ene Piet die echt zwart is. En dan zouden we kunnen afvragen, wanneer komt ook Zwarte Griet eens een keer uit de hoek? Hè? Want we hebben natuurlijk altijd die Zwarte Pieten, maar nu willen we ook wel eens een keer een Zwarte Griet. En nogmaals, we kennen ook geen enkele zwarte vrouw die de voornaam Griet draagt. Of we moeten niet zijn goed ingelicht. Mannen en vrouwen, einde van het verhaal. 17 november, mooi weer. En ja, we zouden zeggen, bij leven en welzijn, tot volgende keer.